Hallo, we hebben even een belangrijke mededeling. Let op. Snel door met de video. Oké, jongens, we gaan beginnen. Ja. We hebben echt super veel vragen gekregen. Wat leuk. Wie wil hem? Kom maar op, hoor. Wat voor werk zouden jullie doen als jullie geen YouTubers waren? Misschien was ik wel een horeca-guy geworden. Ik weet het niet. Dus in restaurants of cafés of hotels? Ja, ik studeerde toen hotelmanagement. Dus misschien was ik wel directeur of eigenaar van een hotel geworden. Gewoon meteen wel directeur natuurlijk. Hè? Ja, natuurlijk. Ja, en jij? Ik heb opleiding gedaan voor cameraman. Misschien dat jij dan wel hier op de set. Ik zou waarschijnlijk precies hetzelfde doen als nu, alleen veel kleinschaliger. Omdat YouTube met de dag strenger wordt, vroeg ik mij af of jullie ook naar een ander platform gaan overstappen. Oh, intelligente vraag. En we hebben natuurlijk al een uitstapje gedaan naar tv. Zeker. Ja. En dat is heel leuk bevallen. Dat was sowieso een droom. Waarom eigenlijk op tv? Ja, ze zeggen, oude mensen kijken tv en wij worden zelf inmiddels ook wat ouder. Maar wij vergeten ons publiek op YouTube absoluut niet, want we komen ook gewoon met een heel, heel hard seizoen op YouTube. Hebben jullie een speciale tactiek in jachtseizoen om altijd jullie boeven te vangen? Gewoon heel veel boeven gaan naar hun woonplaats toe, omdat ze daar zeg maar de buurt kennen. Ja, we maken daar ook heel vaak grapjes over bij de boef in de ochtend al van, oh, je gaat nog even lekker op bezoek. Bij je eigen woonplaats en dan kijken ze ons eigenlijk al aan van. Ja. Hoe weet je dit? Ja. Hoezo weet jij dit? Maar het is gewoon heel voorspelbaar. Ja. Ja, want bij die was het misschien heel lastig bij een van de deelnemers. Van Rico Verhoef vond ik heel moeilijk. Als hij zeg maar al voor je zit, dan ben je al een soort van helemaal onder de indruk. Mega groot, mega sterk. Trekt hij ook nog die handboei los. Ja. En zijn pak los. Dus ja, dat was wel, een goede binnenkomen. En hij haalde alles uit de kast om te winnen. Zijn jullie wel eens gewond geraakt bij een van de opdrachten? Allemaal wel, maar ik ben het tel inmiddels wel kwijtgeraakt. Oh, mijn zakkie! Ik heb 11 hechtingen in deze arm. Mijn enkel gebroken. Ik heb een keer mijn knieschijf verdraaid. Ik heb mijn pols op 3 plaatsen gebroken. Ik heb mijn middenvoetsbeentjes gebroken. Ja, dat... Zie je wel wat we voor de kijker over hebben? Ja, sowieso, man. Bizar. Ja. Maar je bent ook wel veel bezig nu met juist fit worden en dan met je lichaam, maar ook vooral in je hoofd fit worden. Ja, ja, ik denk dat dat ook gewoon heel belangrijk is. We hebben alle drie een burn-out gehad, of hoe je dat ook wil noemen. Ik noem het eigenlijk meer overwerkt. Of als je dan niet goed eet, niet goed sport, niet goed op jezelf let, ja, dan wordt het gewoon te veel. Ja. En dan zeg je lichaam op een gegeven moment van, joh vriend, ik weet niet wat jij aan het doen bent, maar ik stop ermee. Ja. Het leuke is wel dat we wel met z'n drieën zijn, we houden met z'n drieën elkaar in de gaten, weet je wel. Als ik dit allemaal in mijn eentje had moeten doen, dan was het nooit gelukt. Zeg. Wie is het vrouwelijkst? Wie is het vaakst chagrijnig? Waarom is dat? Ik ben geen ochtendmens. Wie scheldt er het meest? Ja. Ook als je chagrijnig bent, dan het dan juist. Ja. Je hebt al 2 vinkjes, hè? Ja. Wie laat de meeste scheten? Wat betekent dit? Jij ligt net aan. Ik denk jij. Ik denk jij. Denk ik? Ja, nee. Wie is het meest te laat? Oh, die zijn allemaal over één. Ja, Brabants kwartiertje. Brabants kwartiertje. Ik weet niet, ik krijg het niet uit mijn systeem. Nee. Wie kleedt zich het beste? Ja. De meditation queen? Hij heeft de looks, ik moet het hebben van de kleding. En Stefan, die trekt je spotje op tijd. Maakt het niet uit. Ja. Wie heeft de mooiste lach? Dacht ik. Ik vind jouw lach, Thomas. Ja, die is wel groot en smal. Wat is het gênantste dat jullie ooit hebben meegemaakt? Ja. Oh nee, die gaan we niet vertellen. Nee. Is ook nooit uitgezonden. Dat kan je ook niet uitzenden. Geef een tipje van de sluier. Stefan, die stelde zichzelf de vraag. We kunnen het niet zeggen. Zou er ooit iemand zijn geweest die met 100 km per uur uit een raam van een auto heeft gepoept? Punt, is genoeg. Punt. Wij denken dat dat nooit gebeurd is. Punt. Laten we alleen zeggen, kan het of kan het niet? Ik raad het niemand aan om te doen. Laten we daarbij halen. Volgende vraag. Volgende vraag. Hoe reageren jullie op haatreacties over het schouder? Ja, dat is op film. Is emotie, hè? Holy let's go. Holy bijna. Het is wie we zijn. En dat doe je in de heet van de strijd. In de heet van de strijd. En soms een klein woordje kan echt wel door de beugel.
Gaan jullie nog net zo lang door totdat jullie opa Gijs, opa Koos en ja, opa dat lijkt me. Ja, fantastisch. Doei. Ja, ja, ja. We hebben ooit een programma gemaakt waarbij we ons helemaal hebben laten transformeren tot opa's. En daar hebben we de gekste grappen en rollen uitgehaald. En ja, dat was gewoon fantastisch. Dus... Hey. Hey. Kom maar jongens, we gaan weer door. Oh, we gaan weer door. Volgende reisje. Au, mijn S. Als ik dat later met deze gasten kan doen... Oh, echt I'm in. Nou jongens, we zijn door de vragen heen. Wat vind je ervan? Jij vond het leuk. Dankjewel. Toppie. Dank jullie wel.